en superleuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. God, dat is echt lang geleden. En dit keer een hele leuke, heel andere soort video. Heel iets anders dan wat ik normaal doe. En we gaan ook gelijk beginnen, want ik kan niet wachten. Een gigantische tas vol van de plus. Heb ik apparatuur gekregen en allemaal leuke dingetjes wat je dus kan sparen. Ik ga er straks met jullie doorheen en gewoon alles lekker testen. Want ik kan gewoon niet wachten en ik wil het gewoon lekker testen. Er zit een box in de koptelefoon. Wat zat erin? Zo'n selfie stick met een microfoon. Superleuk. Dus ik ga dat straks allemaal even lekker testen met jullie. Nou, wat is het nou? Hoe kom je hier aan? Dit kun je dus sparen bij de plus door gewoon boodschappen daar te doen. En als je dat dan allemaal hebt gespaard, dan kun je dus dit allemaal krijgen. Bijvoorbeeld een Bluetooth speaker. Ik ga even heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb dit net al getest. Ik kon het niet aan. Ik moest dit gewoon testen. En ik dacht, nou, dit is echt helemaal top. Dit is wat ik nodig heb in mijn leven. Dus laat ik gewoon met jullie snel beginnen. We gaan alles er even lekker uithalen en kijken wat er allemaal in zit. En dan gaan we het gewoon testen. Ben je nou benieuwd? Doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen met de video. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. De komende tijd komen er heel veel extra uploads op mijn kanaal. Van kerstdingen tot aan McDonald's mukbang en al dat soort omgaan. Dus ga je zeker even abonneren en dan gaan we gewoon snel beginnen. Want anders wordt het weer een veel te lange video en een veel te lange intro. En dan heeft niemand zin in. Oké, dus ik ga gewoon even alles eruit halen. En dan gaan we er gewoon lekker mee spelen. Ik heb er echt heel veel zin in. Oké, dus als eerst deze Bluetooth speaker. Dan deze dit is een koptelefoon. Oké, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Een VR bril, hier ben ik echt oprecht zo benieuwd naar. Next, deze selfie stick microfoon. Volgens mij is hij echt een weerkaatsing van het licht. Ik probeer echt zo goed mogelijk in beeld te houden. Dit vind ik echt hilarisch, dit vind ik echt grappig. Oké, deze, allemaal kleine dingetjes. Dit is een clip-on 3D lens. Oké, dit klinkt echt heel veelbelovend. En als laatste de clip-on mini VR glasses. Oké, dat kun je ook op je mobiel lekker clippen en dan testen. We gaan het gewoon meemaken. En als allerlaatst makken van The Voice. Dit vind ik echt top. Dit is echt van die lompgrote mokken. Daar kun je gewoon lekker veel drinken in doen en lekker zuipen gewoon. Top. Nou, let's get started. Oké, wat staat er allemaal op? Met de Plus VR app krijgen fans een exclusief kijkje achter de schermen van The Voice of Holland en kunnen ze zelf even voelen hoe het is om op een podium te staan. Dit kun je dus sparen vanaf 4 november, dus dat is gewoon vanaf nu. Laten we beginnen met de Bluetooth box. Dit kun je toch, sorry, maar wie wil dit nou niet? Je ouders lekker je boodschappen laten doen en dan krijg jij een Bluetooth box. Dat is toch perfect? Dus ik zou zeggen, let's do it. Oh, laat ik het er dan zo even laten zien. Dit is het boxje. Er zit verkeerd omheen, dat heb ik zelf gedaan. Heel leuk zwart met rood boxje. Ja, en dan zitten er nog van die draadjes in. En daarmee kun je het gewoon bijvoorbeeld aan jou opladen. Of als je het gewoon gelijk contact in wil brengen in je mobiel, zeg maar. Dan hoef je niet via Bluetooth te doen. Dus dat zijn deze draadjes. Je hebt hier uit, geluid zachter, geluid harder. Pauze. Dus dat. En je hebt hier natuurlijk gewoon om op te laden en om met je koptelefoon of whatever te verbinden, zeg maar. Laten we beginnen. Ik doe hem aan. Dan zit hier achter de knopjes. Hier zie je wat het is en hier achter zitten de knopjes. En dan hoor je als het goed is. Dat. Dan gaan we gewoon even een muziekje opdoen en gaan we even testen. Word je zo gelukkig van. I don't mind spilling it. Laten we die pauzeknop of zo eens even gaan testen. Hij doet het. Oké, zachter gaan we ook doen. Ja, ik word hier heel gelukkig van. Gewoon lekker super compact. En kijk naar mijn hoofd. En dit kun je gewoon heerlijk meenemen. Ik word hier echt heel gelukkig van. Ik ben hier echt super blij mee. Dus heel erg bedankt plus. Ik ga hier zo echt lekker even mee jammen. Oké, en we gaan door naar het volgende. De selfie stick met microfoon. Hilarisch, oh mijn god, wat leuk. Instructies, dat doe ik niet aan. Oh, dit ziet er echt vet uit hoor, geen gaf. Oké, wat zit erin? Iets van een draadje. En een ding. Dit is echt net echt. Oh, hier.
Oh, wat leuk. Dit is een knop en daarmee kun je de foto maken. Tenminste staat de camera op, dus ik denk dat je zo kan doen. En dan hier op drukken en dan heb je de foto. En hier is de selfie stick. Oké, en wat is dit dan? Oordoppen. Krijg ik dat dan gewoon bij of hoort dat? Oh. Hier zijn de knopjes. We hebben hier een waar de oortjes in kan. Hier is iets met een microfoon. Oh. Ah, wat dom van mij. Die druk je in en dan kun je het verplaatsen. Het moet je aan beide kanten indrukken zo. En dan kun je dit doen. En dan heb je hier dus de... Zo, zeg maar dit. Ja, verder snap je het wel. Ik snap alleen niet waarom die oortjes erin zitten. Let's try. Doe mijn mobiel er even in. Oké, ik heb het even allemaal doorgelezen en hoe dit nou werkt. Nou, deze die kun je dus in je... die kun je hier in doen. En dan heb je een karaoke app en daarmee kun je dus lekker zingen. En dan doe je dat in en dan heb je hier een knop. En dan kun je gewoon zo... Ik vind het wel moeilijk hoor. Een foto maken en dan klik je op die knop en dan maakt hij een foto. Het is wel echt grappig. Maar ik vind het idee echt hilarisch. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Oké, laten we verder gaan naar de... Hoe heet dat? Koptelefoon. Dit is de koptelefoon, de wireless headphones. Oh top, daar heb je dus geen draadje voor nodig. Yes. Openmaken. Nou, dat ging alweer de handleiding. Zo. Oké, dit is hem. Weer allemaal draadjes. Echt leuk, zwart-rood. Echt de thema's van The Voice. Super mooie koptelefoon die alle kanten op gaat. Dit kan helemaal draaien. Hier zitten er allemaal pluginnetjes waar je alles, van alles in kan doen. En super lekker zacht. Cool. Dit kan echt alle kanten op. Die doe je op. Dum, dum, dum. Nou, dit is dus de koptelefoon. Ik moet hem eerst even opladen. Dat zit er ook gewoon allemaal bij. Stekkertjes, nou, je kan het ook dus gewoon zo aansluiten. En in je mobiel steken. En je kan hem opladen. En je zou hem dus eerst moeten opladen. Dan kun je hier het knopje, dan kun je hem gewoon aandoen. Ga je naar je Bluetooth-lijst en dan zie je gewoon de koptelefoon staan. En dan kun je hem aandoen en lekker muziek luisteren. Dus dit is toch echt gewoon... Ach, zeg eens mee. Oké, laten we doorgaan naar deze twee kleine clipdingetjes. We beginnen met de clip-on 3D-lens. Met een heel klein zwart dingetje. Bereid het geselecteerde mobiele apparaat voor op het maken van een video. Video, oh cool. Tegelijk aan de camera. Dus zo, denk ik. Daaraan. En dan hebben we de lens. Oh, oh, hoe moet dat? Dat moest er aangepast gemaakt worden. Oh zo, dan moet het wel. Ik moet dan gewoon gaan filmen. En dan moet ik in mijn VR-bril het resultaat bekijken. Ik ben alles aan het testen. Even een rondje draaien, misschien zie je dat heel cool. Yo. Moet die wel zo? Oh, mijn god, wat ben ik dom. Maar dat is toch raar? Dan komen we straks bij de VR-bureau en dan ga ik dit testen. Dus jullie zien dat ik weer helemaal fout heb gemaakt. Maar als dit werkt, vind ik dit echt zo grappig. Oké, we zijn bijna bij de VR-bureau. Ik ga eerst nog even deze testen. De Clip-on Mini VR-glasses. Oké, hier zit gewoon een zakje in. En weer de instructie. Oh, al die instructies, ik hou daar niet van. Mijn god, wat een lange. Deze moet je eruit halen, of course. Hier de bril. Mijn god, wat ziet dit eruit. Plasticjes. Eraf. Nou, en dan heb ik hier een clip-innetje. Een wasknijper, hoe je dat noemen. En daar doen ze... Kijk maar naar plaatjes. Plaatjes is veel leuker. Klem de mini VR-bril vast op het midden van het scherm en houd voor het voorhoofd. Wow! Wow! Oké, even kijken. Ik ga mijn filmpje van net bekijken. Oh mijn god, wat gênant. Oh mijn god, de postbode. En die ziet mij nu ook gewoon zitten. Oké, boeiend. Oh cool, het lijkt nu al 3D. Oh, tof man. Dit is echt tof. Het ziet er echt niet uit. Maar ik kan het jullie niet laten zien. Maar dat is dus de raadsel. Nee, dit is heel tof. Dus, dit ding. Yes, deze vind ik geslaagd. Dit is leuk.
ga het straks allemaal met mijn vriend doen. Zeg ik, yo, ga dit even allemaal testen, want dit is cool. Oké, en dan last but not least. Hier ben ik zo excited naar. De VR-bril. De Headset Entertainment Collection. Oh, can't wait. Oh, deze is ook wel heel goed ingepakt. Allemaal stoffen, doekje. Oh, dat is voor het schoonmaken. Ah, lijkt wel een skibril, joh. Wow, dit is zo tof. Kijk, hier heeft hij allemaal raar dingetjes en knopjes. Hiervoor kan dat denk ik open. Yes. Nou, dan doe je mobiel hierin. Hier zo. En dan moet je, hier zijn die lenzen zeg maar. Klik je hem dicht, doe je de ding op. Start je de VR-bril en kun je kijken. En nu zie ik natuurlijk niks, maar ik vind het nu al cool. Oké, let's try it. Ik ga naar mijn app. Oké, hier heb ik dus de Plus VR-app. Daar klik ik op. En ik heb hem nog nooit geopend, dus we gaan kijken. We leven nu de Voice of Holland in Tenderland open. Staat er. Vul hier naam of gebruikersnaam in. Floor Delver. Hoofd of gewoon voor. Floor. Aanmelden. Ik vind het door. Ja. In de eerste vier VR-video's zijn trofeeën. Ga op zoek en vind 3 trofeeën in elke video. Je verzamelt ze door naar te kijken. Kun jij ze alle 12 vinden? Oh, cool! Start VR, overzicht, VR, spaar mee, plus app trofeeën. Was dat? Oh, terug. Hier. Trofeeën. Dit wil ik. Kleedkamer. Trofeeën. We gaan de trofeeën zoeken. Kleedkamer. Ik doe eerst start VR ervaring. Place your phone into your default cardboard viewer. Van muziekje erbij. Holy shit, hoe doet dit dan? There I go! Wow! Mijn god! Ik zit op een stoel! Op de plek van. Even kijken hoor. Oh, er zijn. Oh ja, ik zit op de plek van Anouk. Oh, cool. Kijk, je hebt hier van die knoppen en we staan eruit. Kun je je zicht vergroten. Zeg maar als een earshot. In een earshot, dan worden de composities afgerond. En dat krijg je eigenlijk. En dat wil ik niet, dus dat kan ik weghalen. Oké. Oh, en dan kan ik allemaal. Leuk. Oké, heel tof. Ik zal even vertellen. Je ziet dus eigenlijk alles alsof je in een echte studio bent. Dat is echt super tof. En het lijkt net alsof je dus een coach bent en dan zie je alles. En je kan dus eigenlijk allemaal games doen. Bijvoorbeeld dus trofeeën vinden door naar te kijken. En als je hem hebt gevonden, dan door naar te kijken, dan pakt hij hem. En zo hebben we dus allemaal games wat je eigenlijk hiermee kan doen. Ik ga hem hier echt mee te maken. Oké, dit ding zit wel helemaal onder een plamuur. En onder de verf, maar maakt niet uit. Dit is echt heel tof. Dit moet je echt gewoon een keer gedaan hebben. Dan kun je echt gewoon alles 3D zien. Je kan spelletjes ermee doen. En dan kun je ook nog zeg maar, want een paar werelden zijn unlocked, zoals altijd. En dan als je steeds verder gaat, ga je steeds verder in de game. Oké, heel tof. Ik vind het echt super leuk allemaal. En die drinkbekers, die geloof ik wel dat die het doen. Dan ga ik straks ook lekker uit drinken. Ik zal laten zien. Ik heb een rode. Superleuk van de Voice. Echt glas. En een zwarte. Groot. Lekker man. Nou, ik vond het echt super leuk om hier allemaal mee te spelen. En om allemaal gewoon lekker te testen en te prutsen en te doen. Dat vind ik gewoon helemaal leuk. De bril is echt top. En ook de box. Ik vind dat echt. Dat ga ik echt gewoon gebruiken, weet je wel. Ik ga het ook gewoon straks mijn vriend op laten doen. En zeggen: yo, dit moet je echt even zien. Dus zeker een aanrader. Ik zou zeggen, spaar er lekker voor, ga er lekker voor. En dan kun jij ook lekker spelen en zien wat ik zag net. Dan zou je ook wel eerst echt gelijk denken van, wow, wat zie ik. Echt super tof. Dus ik wil Plus heel erg bedanken voor het opsturen hiervan, omdat ik ermee kon testen. En ik ga het zeker gebruiken, ik vind het echt heel leuk. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken naar deze video. Vond jij de video? Doe nou een duimpje omhoog. En tot de volgende video. Dit was een extra upload. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En er komen nog meer extra uploads aan. Dus tot de volgende video. Doei doei!